Yes, daar zijn we weer met een nieuwe video van DW Fishing Team. Eindelijk mijn eerste video van het jaar. Ik heb nog niet heel veel gevist. Twee nachtjes en een paar keer weer struinen. Maar tot nu toe één struinvisje weten te haken. En het goede nieuws is dat deze video komt sowieso ook een vis in. Anders dan upload hem niet. Je ziet het hier. Ik heb mijn spullen uitgeraden uit het autootje. Het mooie nieuws is, Chit heb hier vannacht gevist. Hetzelfde water. En er zijn een paar mooie beelden van. Ik zeg nog niet of hij wat gevangen heeft. Dus dat ga je nu zien. En dan gaan we verder met mijn video. Tot zo. Ja jongens, het is zover. Het autootje staat weer klaar om weg te rijden. Want ik ga weer lekker een nachtje vissen. Het is zondag. En Wietse die heeft gisteren geblankt. Even terzijde, Wietse die heeft nog geen vis gevangen op de pieper. En ik heb al 32'ers. In Nederland en een 50'er in Frankrijk. Wou ik even zeggen, leuk. Maar ik ga weer lekker een nachtje vissen. Wietse gaat op dezelfde stek morgen een nachtje vissen. Dus het is misschien wel leuk om er één video van te maken. Dat we een soort challenge doen. Kijken wie er meer vangt. De beurt is eerst aan mij. Ik hoop dat de stek vrij is. En ik ga even naar de winkel toe. En dan ga ik een boodschapje doen. En daarna gaan we lekker naar de waterkant. Het is nu 4 uur, dus ik heb nog genoeg tijd om te filmen. Lekker mijn hengels rustig in te leggen. En ik heb er zin in. Er is een nieuwe bol bij. De Halibut Bloedworm. En die heeft het eerste stekje gemaakt tegen het rietkantje. Ik heb er wel vertrouwen in. Dat kan je eigenlijk alleen vanaf deze kant vissen. Ik ga daar zo in het hoekje zitten en gewoon het rietkantje bevissen en die andere hengel ga ik nu even voeren. En daarna gaan we de spullen pakken. Kijk jongens, zo kan je er lang gaan voeren. Er is ook pleurisbeesten op de stek heb, dan blijf je voeren. Hij duikt hem gelijk op, terwijl het gewoon een geschutte kleur is. Holy, maar ja. Zo jongens, wat een gezeik, je hoort het. Het regent even en alles echt helemaal doorweekt. Ja, dat valt mee, maar het is wel nat geworden. Ik zit net een tel en het begon te regenen tijdens het spullen heen en weer lopen. Wow, even hard moeten beken hoor. Gewoon aan het zweet. Maar ik ben dus mijn pannetje nog vergeten in mijn auto en mijn gastoestel. Dus die mag ik nog even gaan halen in de regen. Nou jongens, de regen is gelukkig een stukje zachter geworden, dus ik ga lekker het hengeltje uitvaren. Je ziet het, 3 of 4 gebroken bolies en 3 hele erbij en dat is het. Ik heb van de kant al heel verspreid gevoerd. Ik wil eigenlijk niet een berg met voer meer op mijn stek hebben. Dus daarom voer ik er niet te veel in het bootje bij. En dan gaat hij gewoon richting de plek waar ik net heb gevoerd. Ik moest zeggen jongens, dat ziet er niet goed uit. Ik kan natuurlijk wel raden wat er gebeurde toen Engeland aan het uitvaren was. Ik ga uit te regenen. Nou jongens, het is echt bizar. Het regent echt keihard. Ondertussen wel even aan het bakken. Heel die pan wordt ook nat. Maar ja, hier word je niet vrolijk van. Dat had ik toen niet verwacht. Ik hoop wel dat het zo gaat stoppen. Ik ga eens even gauw kijken. Ondertussen een lekker beurtje gaan bakken. Lekker een laag veldsla erop. Ja, nog eentje. Want het blijft gewoon nog een uur zo hard regenen. Wat een gezeik. Ja jongens, je ziet het. Andere hengel, hetzelfde recept. Niet te gek doen. En ik ga gewoon even lekker in de regen staan. Helemaal uit. Zin in. Ja jongens, je ziet het. Ik heb een ouderwets gasstelletje. De burg zit erin. Laat hem even staan, anders flikkert hij om. Maar mijne die is ontploft, dus dat is wat minder leuk. Rechts voor vandaag zijn simpel, maar effectief. Een hot tunabel, bol en een XXL tijgernoot met een pop-up tijgernootje erbij. Tijgernootkopen.nl. Houdbare pot, ik vind ze ideaal. Helemaal geen tijd om dat kopen te doen. Zeker nu niet, omdat ik nog minder vistijd heb dan eerst. En de bol. Vol tunatjes. Ik heb ze gemixt. 20 met 15 mm door elkaar. Ga ik zo voeren. En ja, even kijken wat het wordt. Ik ben heel benieuwd. Ik ben alleen aan het water. Ziet er mooi uit. Dus we gaan knallen. Zo jongens, voerbootje gevuld. Eerste tijgers. En ik heb hier nog wat moois bij me. Boekweit. Altijd echt zeer attractief en effectief in het voorjaar. Daar heb ik best wat van bij. Er zwemt hij al witvis, maar ik ga eerst maar eens aankijken. Mocht ze niet bijten, dan is het echt een goede, ja, hoe noem je dat, trigger voor karper. En als ik die braas me zat ben, dan kan ik altijd nog switchen. Maar zo in eerste instantie ben ik er, heb ik vertrouwen in. Pop-upje zegt er zo mooi boven. Ja, dat moet toch helemaal goed komen. Ik ga hem in uitvaren. Mag jij in, achter mij, richt in het water. Ik doe even een klein topbroodje erop om de schroevenvis niet af te schrikken. Ook als de vis van de ene kant naar de andere kant van het water gaat, dat ze geen lijn tegenkomen. Want dan kan het wel eens over zijn met de vangsten. Kleine tips,
die maken het verschil. Nou, de Hot Tuna Bowl, hengeltje 2. Niet te vol de voerboot, een beetje kruimel, een beetje 15 en een beetje 20 mm. En dan gaan we het al zien. Ik ga, als ik de boot heb uitgevaren, meteen met de werppijp wat erbij gooien. Zodat ik een beetje een verspreid voerperkje heb en dat het niet te veel opvalt. Dat het één losse compacte hoop is. Dat valt met dit ook wel mee. Dat verspreidt wel onder water. Dan gaan we uitvaren. Zo jongens, het tentje staat. Het is echt wel gewekkend. Al zag je hoe ik dit opgebouwd heb. Het duurde echt een kwartier. Al die stokken, die baleine heet het volgens mij, zijn los van die tent. Dus het is echt heel hang- en vliegwerk. Ik ben echt een beetje skeer. Zit ook onder de modder zoals je ziet. Maar ja, die grote tent is prima. Maar die mag hier niet. Dus dan moet je wel eens creatief zijn. Dus het is tijd voor een nieuwe brooi. Dat kan je wel zeggen. Nou jongens, alles staat inmiddels. Mijn tweede hengeltje ligt daar. Eerste hier. Tentje staat, open tent, brooi. Dicht tent mag je niet. Dus we gaan het zien. Nou jongens, je ziet het. Het is een beetje donker aan het worden. Ik zit lekker in mijn tentje te chillen. En ja, wat is het inmiddels vandaag? 8 mei. Nog niet veel gevist. Niet best. Maar ja, de motivatie is er weer. We gaan weer knallen. We hebben niet zoveel tijd als voorheen. Maar dat geeft niet. Nachtjes optimaal benutten, veel voeren, noem maar op. Dus ik hoop dat het goed gekomen vandaag. Dat lekker een windje op het water. Een beetje bijgevoerd. Ik ga zo nog bij mijn tijgernoothengel een stukje omlopen als het donker is. Maar één schepje tijgernoten verspreid voeren. Dan heb ik een klein beetje verspreid, een klein beetje compact via het voerbootbakje. Ja, dat moet wel goed komen. Ik heb nog wat PVA-tape om de haak gedaan om te beschermen tegen bodemafval, bodemweer. Ja, meer trucs heb ik ook niet in petten. Laat het gewoon zien. Nou jongens, ik lig lekker in mijn slaapzak. In mijn tentje. Het is inmiddels 10:45. Ik ga mijn oogjes toedoen. Ik hoop dat dat niet lang hoeft te duren en dat de eerste daarom gaat volgen. Maar je weet het nooit. Je zag uit de beelden van Chit dat hij ook gebankt heb. Daarvoor heeft hij een paar hele mooie vis gevangen. Maar dat is dan waarschijnlijk inmiddels op YouTube. Maar je weet het nooit. Dus we filmen lekker door voor jullie. En er komen hele vette dingen aan dit jaar. Blijf zeker kijken en doe alvast dat duimpje omhoog. Ik zou zeggen voor nu wel rusten. En het eerstvolgende shot is als de actie in de brouwerij is. Tot ziens. Goeienacht. Ik heb goed en slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat het al 3 uur is en ik echt geen piepje heb gekregen. Het was windstil. Ik had eigenlijk de bank al een beetje geteld. Zeker ook omdat ik best vaak vroeg hier aanbeet krijg. Maar het goede nieuws is dat hij toch afging. Dus op de tijgernoothengel, de XXL tijgernoot met het pop-upje, hele mooie dikke spierel, echt dik, echt super blij mee, tegen de 30 pond, ik weet zeker, misschien wel meer. Dus ja, ik ga meteen even wat bijvoeren, ik ga meteen de vis onthaken en de hengel opnieuw doen, en dan ga ik foto's maken, zelf ontspannen, het kost altijd wat meer tijd. Dus ja, mooi, ik ben blij mee, het is echt top dit, eerste dikke van het jaar. En mijn eerste piepervis van het jaar. Meteen een goed begin. Ik ga ze laten zien. Kijk eens jongens, wat een dikke beer. Niet normaal. Ja, en mooi hè. Is dat te zien. Tijgenootje, heb hem lekker diep naar binnen. Onderrippie, mooi bekje nog. Niet vaak gevangen. Ja, je bent ook bij me hoor jongens. Wat een beer. Een nieuw richtje erop, een nieuw aasje. Dan gaan we weer inleggen. Inleggenootje staat te wachten. De vis zit in de zin. Ik heb goed nieuws, maar dat hoor je straks. En eerst maar eens even uitvaren. Zo, het bootje is weer vol. Een paar tijgernoot en een beetje boekweit. Zo simpel is het. Dus even kijken hoe vol die nog zit. 11,5 volt, het is prima. Maar ja, dit bewijst toch maar weer dat particles echt wel mijn favoriete aas zijn in het voorjaar. De tijgers, er zit niet eens slijm op vanuit zo'n kant-en-klare pot. Maar ze ruiken heel goed. En die karper die had er een neusje voor. En de boekweit natuurlijk met alle olie en stoffen wat er vanaf komt. Wat heel attractief is. Dus ja, het blijft een keer weer deze combi. Ik ga hem vaker inzetten dit voorjaar. Het geeft vertrouwen. En eigenlijk ja, jaar op jaar bewijst het zich dat het werkt.
Dus waarom anders doen? Ik ga hem uitvaren en dan gaan we die vis op de foto zetten. Nou, de tip van de dag. Ik heb hier een werppijp. Ik heb hier XL tijgenoten. Die kan ik een stuk of 54 in mijn werppijp doen. En dan heel mooi op de stek gooien. Heel verspreid. Dus dat is de bijvoer techniek. Hoef ik niet om te lopen. Ik kom best verder mee. Dus ideaal. Ik heb net de weegschaal even op nul gezet. Natte zin gewogen. En ik heb nou even gewogen. Ik ga het nog een keer doen voor de zekerheid. Maar ik ben bang dat ik goed nieuws kan zeggen. Of ik ben erbij. Het is inmiddels gaan regenen. Dat is wel wat minder. Eens even kijken. Ja, bizar. 15.8. Hoppa jongens. Eerste 30 van het jaar. Echt bizar bij mee. Ik ga hem nu laten zien. Kijk eens even jongens, wel een bak. 15,8 kilo. Niet normaal op de XXL tijgenoot en het pop-up tijgenootje erop. Een bizar bak. Hij is zwaar. Eerste 30 van het jaar. 15,8. Dit gewicht heb ik al een keer gevangen. Dat was een andere vis. Hij ben ik zo blij mee. Hij voelt voor mijn gevoel nog zwaarder. Of dat klopt. Dat ik die hoge gewichten niet meer gewend ben. Niet normaal, wat een bak. Wat een pens. Ja, voor de paai. Juist moment gevangen. Het is nu begin mei. 15,8 kilo jongens. Ik ben er zo blij mee. Punt gaaf. Kijk eens even, wat een dikke rug. Dikke buik. En hij mag terug. Hij mag weer gaan jongens. Wat een beest. Zo jongens, alles ligt weer op zijn plek. Foto's zijn alvast. Even op mijn telefoon gezet. Ik ben moe. Het is 3:30. Dus ik ga snel weer slapen. Die wekker die gaat over minder dan 3 uur. Lekker. Ik zie je bij de volgende vis als die nog komt. Jongens, goed nieuws. Het is 5 uur precies. En de tweede vis zit in het net. Ik ben echt knijtermoe. Ik ga hem niet meer uitvaren. Ik ga hem gewoon naar uitwerpen. Als ik morgen. Ja, anders kan ik straks echt niet meer functioneren op werk. Ik zal hem snel laten zien. Het is een stuk kleiner als de vorige. Dus snel een filmpje, een fotootje en dan kan die gaan. Hoppa, afbreken. Zo. Even kijken, 13. 13,4 jongens. Om ze even laten zien. Dat is een aardig sterk. Het is inmiddels gaan regenen, dus ik hou een capuchon op. Ja, hier een mooie vis. 13,4 op de tijgenoten met een pop-up tijgenootje. Andere kant was die iets meer beschadigd. Misschien alweer een paar. Dus je hoeft niet per se te laten zien. En dan een fotootje en dan mag hij weer terug. Je zegt jongens, heerlijk. Twee prachtige vissen. Ik ben heel moe, maar ik ben ook heel blij. Eindelijk weer jongens. Ik heb hem snel ingeworpen, niks bijgevoerd. Ik moet echt slapen. Ik heb ook maar één foto van die vis genomen. Niet zo goed, maar ik vind het prima. Het is zowat 5:30. Ik kan nog een uurtje slapen en ik ben erg moe. Dus dat moet ik maar gaan doen. Doei doei. Yes jongens, het is weer ochtend. 6:30 om precies te zijn. En het is vroeg. Ik ben moe. Maar dat wist ik van tevoren. Dus dat zal ik accepteren. Mooi nog hier, twee vissen. Mijn rechterhengel had ook uitgehaald. Daar is hij heel stil geweest. Mijn swing zat iets meer naar boven dan ik al had ingesteld. Ik zat dus dat al mijn wier om de haak zat en om mijn dood. Dus waarschijnlijk niet goed uitgevaren. Dus dat is misschien nog beter uitgepakt. Maar ik ben meer dan tevreden. Twee hele mooie vissen. 15,8 en 13,4 kilo. Dus kan ik wel even opteren.
komende week denk ik niet meer vissen. En volgende week even proberen kijken wat de mogelijkheid is. Dus ik ga langzaamaan beginnen met opruimen en dan naar mijn werk toe. Omgeven, proberen nog mijn haar te fatsoeneren, want dat is het nodig. En dan vanavond douchen. Echt, je wordt zo gek van de grote ganzen. Er zijn een tiental hier zo. En ze zitten heel de nacht te krijsen. Dat is ook niet goed voor je nachtrust. Maar goed, wie vis wil vangen, hè? Die moet wat erover hebben. Zo, inmiddels 7:10. Bijna allemaal spulletjes gepakt. Dan gaan we het verplaatsen naar de auto. Dat zit er bijna op. Einde van de video. Je ziet dat ik zit weer fris en fruit erbij. Even een hele grote deo omgeven show gedaan. Dus het is nu enigszins representatief. Polootje aan. Haar enigszins gefatsoeneerd met wat gel. En ik ga een paar boterhammetjes in mijn mik gooien. En dan rijd ik naar mijn werk toe. Nog 3 kwartier voordat ik moet beginnen. Dus goed getimed. Goed nachtje. Vond je het nou leuk? Leuke video. Leuk dat ik weer eens een video heb gemaakt. Doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer voor meer als je het nog niet hebt gedaan. Er komt weer echt hele gave content aan dit jaar. En dat wil je niet missen. Dus tot zover. Ik zie je volgende week. Laters.